Op een gegeven moment mochten we allemaal de stoel plaatsnemen. De stoel des oordeels. En toen was het echt tijd om het doek te laten zakken. Eindelijk is het zover. Jullie hebben de hele dag moeten wachten. Sarah, we gaan met jou beginnen. Oké. Ben je er klaar voor? Jazeker. Ja? Kom lekker zitten. Dan ga ik mijn Hans Klok Sita act doen. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Ja. 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 Wat verwacht je? Ik denk dat ik het wel mooi vind. Ja. Dus vooral, je bent nu tevreden nog? Ja, nu nog wel. Oh. Oh, what the fuck? Oké, wow, ja. Anders, leuk. Ik zou eerlijk, als ik mezelf op straat zou lopen, zou ik mezelf niet herkennen. Ik vind mezelf nu meer model, ja. Nou, er is wel wat gebeurd, hè? Ja, inderdaad. Ineens ben ik vet zenuwachtig. Ik ben de hele dag helemaal niet zenuwachtig geweest, maar nu ineens wel. Holy shit! Ik heb altijd al stiekem een ginger willen zijn, maar ik durfde het niet echt. En nu ben ik een beetje gedwongen daartoe en nu is het ook gewoon lekker gebeurd. Het kwam bij mij heel vrouwelijk over. En ook wel volwassen en zo. En die uitstraling vind ik ook heel leuk om te hebben.